Yo mensen, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Hidden Vlogs. Ik voel me niet zo lekker. Maar het is Pasen. Dus ik dacht, ik moet toch eventjes een lekkere video voor jullie maken. Een soort paaspresentje. Als dat een ding is. Nou ja, en mijn eerste gedachte was, kom, laten we eens een lekkere paaskroket gaan eten. Maar ja, ik ben niet echt in de stemming voor kroketten. Mijn keel voelt kut. Domme. Dus ik dacht, oké. Hittekoeks was een paar weken geleden. Dus dat gaan we ook niet doen. Jullie kunnen jezelf nog prima voeden met en de bitterbal pizza en het broodje met pindakaas. Daar hoeft nog geen nieuw recept uit te komen. Dat doen we pas over een paar maanden. Dan zijn jullie klaar om een derde recept te leren. Maar ja, dus ik dacht, dan knippen we er even uit. Voor Pasen gaan we lekker een paasvla eten. Dus ik heb lekker eventjes in de supermarkt een pak vla gekocht. Gaan we gezellig samen nuttigen. Als een soort paasontbijt. Slash lunch. Slash toetje. Let's go. Zo. Ik ga het eerst goed schudden. Oh nee, wacht. Volgens mij mag dat niet. Shit. Of was dat niet bij deze? Want ik weet dat op sommige. Want die pakken dubbelvla staat. Dat je juist niet moet schudden. Omdat dan de twee kleuren door elkaar gaan. Maar ik zie het nergens staan. Dus in dat geval hebben we misschien een fout gemaakt. Maar dan hadden ze maar moeten aangeven. Zo. Nou, gaan we dan. Nou, dat is best netjes. Nee, dit pak is wel een beetje zwak. En dukt helemaal in. Oké, dat ja. Even weer goed terugbuigen. Zo. Ai. Lekker hoor. Ik zit hier met mijn boy Dorald. Jullie kennen misschien nog wel van de laatste keer dat ik hier op deze bank in de A-studio zat. En hij in mijn elleboog probeert te bijten. Hij is een stukje gegroeid nu. Hij heeft veel elleboog gegeten, denk ik. Maar hij heeft geen interesse in vla. Dus helaas moet ik dit bakje vla maar met jullie gaan nuttigen, hè. Een hele dikke, ja, textuur, weet je wel. Kijk, als we het zo doen, in plaats van dat het echt afstroomt, een soort vloeistof, is echt gewoon plaf, plaf. Verder vind ik de smaak niet heel sterk. Ik heb wel een beetje dat aardbei-nasmaakje. Dat vind ik wel lekker, maar verder had de smaak wel wat sterker gevonden. Dus dat was het bakje vla weer wel, zeg. Oh. Ja. De structuur, het had van mij wel ietsje dunner gemogen, zeg maar. Ietsje vloeibaarder nog. Wat beter zou stromen, weet je wel. Nu was het wel heel klonterig hoe het viel. En ja, verder smaakte het gewoon een beetje glad. Het had wel ietsje dunner gemogen of zo verder. Ja, en de smaak dan. Het was verder lekker, maar het had wel ietsje sterker gemogen, hè? Want zo'n lekkere smaak wil je dan eigenlijk ietsje duidelijker proeven. Nou doen de vlafabrikanten dit waarschijnlijk expres, hè?
Want omdat de smaak ietsje minder duidelijk is, ga je er natuurlijk meer van eten. Omdat je juist die lekkere smaak goed wil proeven. Maar ja, ik weet niet. Dan had ik het toch ietsje sterker gewild. Want zo'n pak vla, dat koop ik toch wel, weet je wel. Nou, al met al. Ik heb wel eens betere dubbelvla gegeten. Dus ik denk dat dit een 3 pak vla van de 5 ga geven. Was lekker, had beter gekund, nog steeds voldoende waard. In ieder geval, please subscribe. En dan zie ik jullie volgende week weer. Hopelijk met kroketten, deze keer. Als mijn keel het aan kan. Later.